boter. Zo lekker. Een echte boterham met hagelslag. Extra veel boter. Oh nee. Ik mag niet eten. Ik heb namelijk zo meteen een CT-scan van mijn buik. En dan mag je 2 uur van tevoren niks eten. CT staat voor computertomografie. Tomo is Grieks voor plakjes en grafie staat eigenlijk voor fotografie. Dus bij een CT-scan maakt een computer allemaal foto's van de binnenkant van je lichaam. Van bijvoorbeeld je hoofd of je buik of je nieren. Kijk, je kunt het vergelijken met dit brood. We kunnen van de buitenkant natuurlijk niet zien hoe het er van de binnenkant uitziet. Een CT-scan verdeelt het brood dus in plakjes. En maakt met behulp van hele sterke röntgenstraling een foto van ieder plakje. Kijk, zo kun je heel goed de binnenkant van het brood bekijken. Dit plakje, nou, ziet er mooi uit. Maar dit plakje heeft een gaatje. Met behulp van de CT-scan kan de dokter dus heel gedetailleerd de binnenkant van je lichaam bekijken. Superhandig, toch? Het is niet handig. Het ziet eruit als water, maar het is contrastvloeistof. Dat moet je soms van tevoren drinken. De röntgenstralen van de CT-scan die zijn namelijk supersterk. Dat betekent dat die stralen dwars door je huid gaan, maar dus ook door je organen. Dus dan zouden je buik of je nieren helemaal niet te zien zijn op de scan. Maar met behulp van dit spannende drankje worden de organen wel zichtbaar. Nou, ik ben benieuwd hoe het smaakt. Het ruikt in ieder geval een beetje naar 7-Up. Nou. Iets minder zoet. Eigenlijk een beetje als water. Maar gelukkig niet vies. Nu nam ik deze hele kam nog. Vivian. Ja. Hoi. Hallo. Ik ben Leontien. Hallo. Ga je mee voor de scan? Ja. Was het gelukt met drinken? Ja, hij is op. Maar ik voelde eigenlijk helemaal niks van. Oh, dat klopt. Van het drankje voel je ook niks. Soms krijg je nog een prik in je arm. Mm-hmm. En ook vloeistof. En dan kan je je een beetje warm voelen. En misselijk worden. Eventueel. Is dat ook waarom je van tevoren niks mag eten? Ja, dat klopt. Anders kan je gaan overgeven. Ja, precies. Dat is niet fijn. Nee. Zo, Vivienne. Je mag je hier even uitkleden. Oké, maar die röntgenstralen, die gaat gewoon dwars door je kleren heen? Ja, dat klopt, maar ik wil je buik gewoon even zien zo dadelijk. Dat is beter. Ja. Oké, nou, doe ik dat. Dus dan mag jij ook even weg. Zo, jeetje. Wat een groot ding. Met een beetje Star Wars. Maar goed, dit is hem dus. De CT-scan. Ja, hier in deze grote ijzeren schijf, daar zit zeg maar het fototoestel. En die bestaat uit een röntgenlamp aan de ene kant en een plaat aan een andere kant. En op die plaat worden de foto's afgedrukt. En tijdens de scan gaat deze ring keihard ronddraaien. En tijdens dat ronddraaien maakt de röntgenlamp superveel foto's van het lichaamsdeel of het orgaan dat onder de scan moet. In mijn geval mijn buik. En via de plaat worden dan de foto's naar de computer gestuurd. Vivian, ben je er klaar voor? Ja, ik geloof het wel. Nou, mag je gaan liggen op je rug met je hoofd hier? Oké. Je voeten die kant op. Je armen moeten boven je hoofd. Oké, en waarom is dat? Want anders krijg ik ze ook op de foto. Want ik wil nu alleen je buik op de foto hebben. Ja. Dan ga ik je er langzaam inschuiven. Dan leg ik je op de goede plek. En ga ik er iets van voelen? Nee, je voelt er niks van. Je hoort het alleen een beetje. Oké. Als die ronddraait. Ja. En moet ik hier per se in mijn eentje zijn of zouden ouders ook mee naar binnen mogen? Als je het heel erg spannend vindt, mag er 1 ouder naar binnen. Oké. Ja, mag die erbij blijven. Oké. Ja. Nou, dan ga ik je erin schuiven. Ja. Doe ik even een lampje aan op je buik. Dan meet ik hoe lang deze. De foto's moet worden. Ja, precies, die. Je gaat er best wel ver in, maar niet helemaal. Nou, dan gaan we beginnen. Ben je er klaar voor? Ja. Zet hem op, hè. Tot zo. Ik lig gewoon zo. Je mag zo stil blijven liggen. Okay. Ja. Vivian, we gaan beginnen met de eerste foto. Ja. En daarvoor moet je dan nu even inademen en je adem vasthouden. Dan gaat de tafel schuiven. Daar gaan we. Adem maar weer door. Dat was de eerste foto. Ging het zo snel? Ja, zo snel. De eerste foto is wel sneller dan de tweede foto. Bij de tweede foto schuif je iets langzamer. Oké. Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk. Gaan we weer beginnen. Schuif je eerst weer terug. Ja. Nou, gaan we weer een scan maken. Mag je weer inademen en de adem vasthouden. Ja. Gaat de tafel weer schuiven. Nou, prima. Dat was het. Ik kom weer naar je toe. Zo kort? Zo kort. Yay. Oké. Dat was hem. Nou. Hoe vond je het gaan?
Nou, eigenlijk heel goed. Ik vond het echt wel grappig dat je zo heen en weer gaat. En je voelt er helemaal niks van, dus. Nee. Het is helemaal niet klopt, erg. Hè, dat je er niks van vindt. Top! De CT-scan die net van mijn buik is gemaakt, is via de computer verstuurd naar de kinderradioloog. Nou, kunt u mij vertellen wat er nou precies te zien is op zo'n CT-scan? Ik ben nu wel nieuwsgierig. Hier is een voorbeeld van een CT van een buik van een kind. Mm-hmm. Op dit scherm zie je weer alle plakjes opgestapeld. En hier kunnen we er één voor één doorheen lopen. Hier zo'n schijf. En wat zie ik hier nu dan precies? Hier zie je dat wit is het contrast wat het kind heeft gedronken. Oh ja, dat heb ik ook op, dat je dat even moet innemen. Dan zie je dat zo duidelijk. Ja, dat wordt heel mooi wit op de CT-scan. En wat zou u dan hier aan kunnen zien, of er wel of niet iets goed is? Dan zie je hier het contrastvloeistof in de darm zitten. Hier zien we nog de onderkant van de nier en van de lever. Ja. En hier zie je een stuk waar het witte contrastmiddel niet is terechtgekomen. En op die manier weten we dat daar de zieke plek zit. Oh, want daar had het eigenlijk ook wit moeten zijn. Inderdaad. En als u nu zoiets ziet wat er niet goed aan is, beslist u dan ook wat er moet gebeuren? Nee, wat ik doe is, ik stel de diagnose, dus ik kijk wat er ziek is. En ja, dat meld ik aan de dokter van het kind. En die gaat dan uiteindelijk beslissen hoe de ziekte opgelost moet worden, weg moet gaan? Inderdaad, dat beslist de dokter, ja, hoe dat opgelost moet worden. Ik ben nu eigenlijk wel nieuwsgierig naar mijn eigen CT-scan. Oké, dan gaan we daar naar kijken. Hier, dit is de CT-scan die van jou is gemaakt. Oké. En als we weer gewoon door de plakjes heen gaan, van boven naar beneden, ja, zien we al het contrast in de darmen. Dus je hebt goed je best gedaan met het drinken, zie je. Ja, hele kan. Alles ziet er prachtig uit. Ja? Ja. Wel een lege maag. Nou, ik zie nog wat van de contrastvloeistof in de maag zitten, maar geen boter met hagelslag. Ja, precies. Dan ga ik die nu eten, want dit is helemaal goed, toch? Inderdaad. Oké, bedankt.